Wow, ja, ik vond het. Ik had het idee dat het een heel intense wedstrijd was. Twee ploegen die goed voetbal kunnen spelen. Die echt speelden voor de overwinning. De eerste helft krijg je daardoor een heel open wedstrijd. Ik vond ons in de kansenverhouding ons iets bovenliggend. En vooral die kans van mij uit de vrije trap en van JC uit de corner, geloof ik. En daarna nog wel wat mogelijkheden, schoten rond de 16, gevaarlijke aanvallen. Ja, ik denk dat het heel goed was dat we veel dreiging in de diepte hadden. Alleen dat we soms te snel speelden, waardoor je een heel lang veld krijgt. En de middenvelders komen dan soms een beetje te zwemmen, zeg maar. Omdat het spel natuurlijk dan op en neer gaat. En daardoor kregen zij ook wel wat kansen. En de tweede helft hebben we denk ik dat stuk beter gedaan door wat langer de bal te houden. En zo op hun helft te komen. Ja, vandaar maak je denk ik ook prima goals. Dus ik denk dat we hem uiteindelijk op de juiste manier naar ons toe hebben getrokken en verdiend gewonnen hebben. Cyril Dessus die scoort tegen alles en iedereen op dit moment. Niet tegen Utrecht en in het bijzonder Willem Jansen en Justin Hoogma. Vertel. Ja, merkte om me heen natuurlijk wel dat het een dingetje was. En vooral voor hen natuurlijk. Ik kreeg ook al wat berichtjes op voorhand van... zorg dat die Dessers niet scoort. Hè. Dus volgens mij was hij wel gebrand terecht. En ik snap dat hij natuurlijk iets wil laten zien. En je weet dat hij een ontiegelijk moeilijk bespeelbare spits is. Dat hij enorm sterk is. Dat hij altijd op de loer ligt. Dus dat zag je ook wel een aantal fases. Maar gelukkig konden we hem vaak ver genoeg vanuit 16 houden. En soms heb je ook een klein beetje mazzel nodig. Dus dat was vrij aardig van haar, denk ik. Maar herkende je geen situaties uit trainingen of waar dan ook? Ja, zeker wel, tuurlijk. Ja, dus, en dan is hij ontzettend moeilijk te verdedigen. Dan is hij berensterk. Dan gebruikt hij zijn lichaam. En dan moet je heel scherp zijn en heel slim verdedigen, zeg maar. Want als je echt in dat duel meegaat, dan verlies je het, zeg maar. Dus je moet een stapje voor zijn. En dat vaak goed gedaan, denk ik. Natuurlijk was hij een paar keer dichtbij, denk ik. Ja, die kwaliteit heeft hij. Maar gelukkig... bleef het bij die ene goal van hun. Tot slot, de tweede helft van vandaag. De beste van het seizoen? Dat weet ik niet. Maar vooral denk ik de manier waarop in een moeilijke uitwedstrijd, 1-0 achter. Ja, dan vind ik wel de weerbaarheid die je dan toont. Dat je de tweede helft echt naar je toe trekt. En de laatste kwartier krijg je het moeilijk nog natuurlijk. Maar dat was wel heel goed denk ik. Dus... dat was wel goed om te zien. De beste of niet, in ieder geval een van de betere. Ja, nee, precies. En als je 3 goals maakt in 1 helft, een uitwedstrijd, dan is dat vrij aardig.